Goedemorgen allemaal. Kijk, dat doen de tieners al beter. Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te mogen zijn. Ik ben Corine en zoals Agnes al zei, ik woon tegenwoordig in Rotterdam. Nog meer Rotterdammers? Ja. Kijk, dat is altijd zo leuk. Eerst woonde ik in Hardingsveld. Ja, kijk, nou. Heb je altijd een paar mensen die denken, oh, dat ken ik. En nu kan ik gewoon zeggen, ik kom uit Rotterdam. En er zijn altijd mensen uit Rotterdam die dan beginnen te joelen. En ik ben daar predikant. En vanmorgen mag ik hier met jullie zijn en met jullie het avondmaal vieren. Een van de bijzondere momenten, denk ik, van deze conferentie, zeker als we het hebben over dat thema hoop, is vanmorgen dat moment dat je ook die hoop heel tastbaar mag proeven, door mag slikken, tot je mag nemen wat Jezus heeft gedaan en wie Hij voor je wil zijn. En eerst wil ik nog kort stilstaan met jullie bij een klein stukje uit de Bijbel, om te kijken, hey, wat kunnen we daar nu van leren voordat we met elkaar dat avondmaal gaan vieren. En ik wil het met je lezen, een verhaal uit Lucas 14. Het is een verhaal wat Jezus zelf vertelt, wat ook gaat over een maaltijd. En we lezen Lucas 14, vers 16 tot 24. En daar staat, Jezus vervolgde. Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen, de kreupelen, blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats, zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. En ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Jezus vertelt hier een verhaal waar hij zelf in voorkomt. Hij vertelt een verhaal over een heer des huizes, een heer die God is, die een heel groot feestmaal heeft klaarstaan en die zijn dienaar Jezus erop uitstuurt. Ga maar op weg en nodig alle mensen uit dat ze welkom zijn aan dit feestmaal. En die dienaar Jezus, die mag erop uitgaan met een hele duidelijke uitnodiging. Kom, want alles is klaar. En we lazen net de tekst uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar als je hem terug zou lezen in de grondtekst, dan staat het er zelfs nog iets sterker. Dan staat er eigenlijk, kom, want alles is nu klaar. Kom, want alles is nu klaar. Net of Jezus een heel beslissend moment aanduidt. Nu is het klaar. Niet later, nee, nu. En daarmee laat Jezus direct een heel belangrijk principe zien van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is niet iets voor later. Iets, een soort feest waar je een ticket voor moet verdienen als je later de hemel inkomt. Nee, het Koninkrijk van God begint nu. Met de komst van Jezus is het Koninkrijk nu en hier. En wij als mensen, ik weet niet of je dat herkent, die hebben vaak last van uitstelgedrag. Ik in ieder geval.
Die badkamer schoonmaken. Kan er wel een dagje wachten. Die ene ruzie uitpraten. Kan ook misschien nog wel een weekje, maandje wachten. Dat ene gesprek wat je moet voeren. Dat ene ding in je leven waarvan je eigenlijk weet dat je er iets mee zou moeten. Soms een verkeerd patroon, wat je denkt, ja, dat zou ik eigenlijk moeten doorbreken. Nou, komt later wel. Maar Jezus is hier heel duidelijk. Het koninkrijk van God draait om nu. Kom, want alles is nu klaar. Niet later, nu. Tijd met God, tijd voor Hem, doe het nu. Niet later, als je kinderen groot zijn of als je ooit meer tijd gaat krijgen. Misschien als je ooit met pensioen bent. Nee, nu. Het koninkrijk is nu. Agnes zei het al, ik ben predikant in een gemeente in Rotterdam. En wij proberen te pionieren, vooral ook onder jonge mensen in de stad, 20-30'ers. En ik ben gewend dat als mensen nieuw bij mijn gemeente aanhaken, dat ik op kennismakingsbezoek ga. En een paar weken geleden was er een jong meisje, ze is denk ik 23. Die was denk ik 1 of 2 keer in de diensten geweest en ze had zich direct aangemeld als lid, dat ze lid wilde worden van onze gemeente. En ik ging daar langs en ik vroeg haar, ik zeg, wat maakte nou dat je zo snel die keuze hebt gemaakt? Dat je lid wil worden bij ons en nou ja, hier onderdeel van wil zijn. En wat ze zei raakte me wel. Ze zei, weet je, ze zegt, ik ben net van mijn studentenvereniging af. En ik heb besloten om hier te blijven wonen in Rotterdam. Ik heb een baan gevonden. Maar de meeste van mijn vrienden zijn niet gelovig. Op mijn werk, mijn collega's zijn niet gelovig. Ik woon hier in een stad waarin de meeste mensen niet gelovig zijn. En ze zegt, opeens merkte ik dat dat hele geloof me ergens ontglipte. En toen dacht ik, als ik iets wil met God, als ik iets wil met God in mijn leven, dan moet ik daar nu voor kiezen. En dan moet ik nu de keus maken om me aan te sluiten bij een kerk. En ze zei, ik wil ook graag weten wanneer de kringen starten. En zei ze, ik wil ook een taak doen in de kerk, want dan weet ik zeker dat ik ook moet komen. Daar was ik natuurlijk ook heel blij mee, dat snap je. Maar dat terzijde. Maar het raakte me wel, want ik dacht, dat is het. Het koninkrijk is niet iets voor later, het is voor nu. Die uitnodiging is niet iets voor later, die uitnodiging is voor nu. Kom, want alles is nu klaar. En als het verhaal dan verder gaat, dan lees je dat die dienaar, dat Jezus erop uitgaat met die uitnodiging en dat hij aanklopt aan de deuren. Maar dat hij allerlei smoesjes tegenkomt. Mensen die eerst naar hun akkers moeten. Die moeten ze bezichtigen, maar ik neem toch aan dat je dat al lang hebt gedaan voordat je hem hebt gekocht. Iemand die een span ossen moet keuren, maar ja, meestal is het toch gebruikelijk dat je eerst een span ossen keurt voordat je ze koopt, want anders weet je ook niet wat je hebt gekocht. De meest rare smoesjes komt hij tegen. Mensen die niet willen. En dan zou je misschien in het verhaal verwachten dat die heer van het huis, dat hij dan zegt, nou ja, dan niet. Ik bedoel, graag of niet. Maar dat doet hij niet. Als die dienaar terugkomt en hij zegt, ja, ze komen niet. Dan zegt hij, weet je wat? Ga er dan maar opnieuw op uit. En ga maar naar die hoeken van de stad. En haal de blinden, de armen, de verlamden, de kreupelen. Wie je dan ook tegenkomt, haal ze hierheen. Want ze zijn welkom op mijn feest. En daar zie je direct een heel tweede belangrijk principe van het koninkrijk van God. In onze maatschappij heerst heel vaak het voor wat, hoort wat principe. En de mensen die eerst dit luisteren, die hebben hem waarschijnlijk vorige week gehoord, want toen heb ik hem ook genoemd. Maar wij hanteren vaak het principe voor wat, hoort wat. En als jij dit voor mij doet, nou, dan doe ik wel dit voor jou. Maar als jij niet bereid bent om dat te doen, nou, dan ben ik ook niet bereid om. En als jij ongeveer een cadeau geeft de waarde van 10 euro voor mijn verjaardag, nou dan koop ik ook ongeveer een cadeau van een tientje terug. Toch? En als die ene collega bij je aankomt kloppen, die altijd moeilijk doet over het ruilen van zijn diensten, en die dan vraagt, ja, wil je een keer met mij ruilen? Dan denk je, ja, dacht het niet. Je doet het ook niet voor mij. Toch? Voor wat? Hoort wat? En soms doen we dat zelfs richting God.
hoor ik mensen zeggen: God, kijk nou die ene persoon. Heeft zo goed geleefd. Altijd goede dingen gedaan, altijd in de kerk gezeten, altijd gebeden, Bijbel gelezen. Zoveel mooie dingen gedaan in het koninkrijk van God. En dan uitgerekend wordt hij ziek. Krijgt hij kanker. Waarom? Dat is toch niet eerlijk? Of dat je misschien zelf wel zegt: God, ik zit iedere zondag trouw in die kerk, ik lees uw Bijbel, ik doe alles. Dan verdien ik het nu toch wel dat ik die partner krijg, of dat kind, of dat ene waar ik zo naar verlang. Voor wat hoort wat. Maar in dit verhaal gaat Jezus daar radicaal tegen in. Hij zegt: in Gods koninkrijk is het niet voor wat hoort wat. Nee, in Gods koninkrijk geldt het principe van genade. Je hebt er niks voor gedaan. Je verdient het totaal niet. Als het van jou af moest hangen, kwam het er helemaal niet. En toch mag je komen. Toch mag je er zijn. Als je faalt, als je mislukt, als alle ballen vallen, als je niet meer weet hoe het moet, als je twijfelt, er niks van begrijpt, juist dan ben je welkom. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft er niemand voor te zijn. Het is genade. En genade is genoeg. Jezus heeft het al gedaan. Vorig jaar was ik hier ook op de conferentie. Toen was ik net verhuisd. Toen was het zelfs zo erg dat mijn goede schoenen nog in een verhuisdoos zaten. Dus dat ik op mijn slippertjes op het Next podium stond te preken. Ik dacht, daar kan het wel. Hier heb ik gewoon net schoenen aan. Maar ik stond aan het begin van een heel avontuur in Rotterdam. En ik heb jarenlang, ben ik hier op Nieuwijn geweest. En ik heb heel vaak voor me laten bidden bij de ministry. En dat steeds vroeg ik aan God: God, wat wilt u met mijn leven? Ik ben aan het studeren voor predikant. Wilt u me toch roepen? Waar mag ik dan heen? En ik had altijd stiekem de hoop, misschien kan God me ergens roepen tijdens mijn studie, of ik het misschien niet af te maken of zo. Maar dat gebeurde niet, helaas. En ik heb 9 jaar gewacht, 9 jaar gebeden. En toen vorig jaar mijn studie afgerond was, toen riep God naar Rotterdam. En we zijn verhuisd en we wonen daar in Rotterdam-Sjaarloos. En heel veel mensen zeggen dan tegen mij: wat mooi, wat bijzonder. En dat is het ook, hè. Je hebt een roeping ontvangen, wat mooi. Maar als ik heel eerlijk ben, en ik dacht dat ga ik hier wel zijn vanmorgen, is misschien het afgelopen jaar wel een van de moeilijkste jaren van mijn leven geweest. Ging ik daar wonen in Rotterdam, mislukte er 10.000 dingen. Dingen waarvan ik had gehoopt en gedroomd dat het zou gebeuren, lukte niet. Lag ik nachten wakker vanwege de zorg voor mijn kinderen, of die het wel gingen redden op school en gingen aarden in die wijk. Was voor de 5e keer onze auto weer opengebroken en dan dacht ik: verdraaid. En ik heb zoveel momenten op mijn studeerkamer zitten huilen. En dat ik dacht: God, waarom? En dat het voor wat hoort wat principe bijna omhoog borrelde. Dat ik zei: God, u bent toch gegaan? U gaf mij toch die roeping? Nou, kunt u dan nu niet zorgen dat het allemaal gewoon goed loopt en dat het lukt? Maar juist daar leerde ik dat het zo niet werkt. Als God je roept, betekent dat niet dat hij een of ander geplaveid straatje voor je neerlegt. Nee, als God je roept, en hij roept ons allemaal, dan zegt hij: ik ben bij je. En ik ga met je mee. En ik heb ontdekt afgelopen jaar dat juist op al die momenten, dat ik het zelf niet meer wist, dat ik daar zat te huilen en dat ik dacht: God, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Dat op al die dieptepunten juist daar God was. En dat God zei: Corine, mijn genade is genoeg. Mijn genade is genoeg. Je hoeft het niet te doen. Je hoeft het niet te presteren. Huil maar uit. Baal maar. Misluk maar. Maar juist daar ben ik. En nou gaan we zo dat avondmaal met elkaar vieren. En in dat avondmaal zitten ook deze twee principes van het koninkrijk. Die uitnodiging die Jezus uitdeelt, die zegt: kom, want alles is nu klaar.
En kom, want het is genade. Juist als je hier zit en denkt, ik weet het niet. Kijk toch naar mijn leven, wie ben ik? Verdien ik dit wel? Al die ballen die ik laat vallen keer op keer, juist dan ben je welkom. Want als je hoop wil uitleven, dan begint dat met dat je hoop uit leven ontvangt. Dat je hoop uit Jezus zelf ontvangt. Dat je weet dat het genade is voor jou. Laten we met elkaar bidden. Liefdevolle God. Dank u wel voor wie u bent. Dat u een God van liefde bent, zo oneindig groot. En dat uw liefde zo allesomvattend is. Dat wie we ook zijn, wat we ook met ons meedragen, welke vragen en twijfels er in ons hart zitten, dat niets voor u te groot is. En dank u wel dat u ons ziet en kent. En dank u wel dat de uitnodiging vandaag mag klinken. Kom, want alles is nu klaar. Het is genade. En dat is genoeg. In Jezus' naam. Amen.